Wel, proficiat aan Antwerpen en de coachingstaf voor deze overwinning. Ik denk dat op het einde van de dag dat ze gewoon minder mistakes gemaakt hebben dan wij. Ik denk dat dat een beetje de lijn van de match is. Ze hebben ons wat uit verband gespeeld, verdedigend. Onze spelers niet goed gereageerd op de defense van Antwerpen, waardoor we wat statisch werden. En op het moment dat wij statisch worden, dan is het helemaal niet goed. Ik denk dat de gasten zich redelijk herpakt hebben. Maar ja, op het einde heb je dan, een grotere, een wijdere groep van spelers die plays kan maken en die de bal erin gooien. Terwijl die bij ons dan ernaast valt, zal ik maar zeggen. Maar ik kan mijn spelers niks verwijten. Ze hebben heel hard gevochten. Zeer moeilijk om te beginnen zonder Spicer. En dan ja, Jordan Heat eraf gefloten, 17 minuten, 5 fouten. Ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Maar de gasten hebben heel goed gevochten, dus ik kan er niks verwijten. Dank u, coach. Coach Mors, gefeliciteerd. Wat is uw analyse? Ik kan vandaag heel kort zijn. Ik ben tevreden met de overwinning. Ik denk dat de spelers dat ook mogen zijn, maar dat we ook heel veel hebben om over na te denken. En we hebben nu even de tijd om dit te analyseren, dus ik denk dat dat zaken zijn die niet hier moeten gezegd worden. Ik kan vandaag tevreden zijn met enkele individuele prestaties, maar heel wat minder tevreden met veel andere dingen. En ik denk dat dat zaken zijn die we rustig moeten bekijken om toch terug meer flow in ons spel te krijgen aanvallend en meer focus defensief. Dank u, coach. Heren, zijn er vragen? Jason Clark, is gewoon minder een dag? Of is die gepatcht? Minder een dag? Ik heb Jason Clark al heel lang niet meer gezien. Dus ik ga proberen hem te vinden nu in die 10 dagen. Het is een belangrijke speler voor ons. Heeft vorig jaar ongelooflijke zaken voor ons gedaan. Ik heb ongelooflijk veel vertrouwen in die gast, maar voor de een of andere redenen is dat zijn tweelingbroer of wie dan ook, maar het is niet dezelfde Jason Clark. Zijn er nog vragen? Ik wil individuele is mij al top, vind ik. Kan nog beter. Maar Ismaël heel tevreden. Akjazili heel tevreden. Dudzinski, ja, dat weet je, dat is een huis dat er staat. Die gaat altijd zijn job doen, die gaat altijd vechten. Van Wijn, correct, zonder meer. Kalinowski, correct, hard gewerkt in defense, ook tegen Relaford. Ja, en dan zijn we uitgepraat, denk ik. Voor mij Bakko, Dudzinski, Desiron. Voor mij hetzelfde. Dank u wel, heren. Succes.